energiezuinig maken van deze woning. Och, dat heeft helemaal geen zin. Het kost tijd, het geeft ontzettend veel rotzooi. En financieel schiet ik er echt geen moer mee op. Ja, er is wel eens een vent hier geweest die wilde mij adviseren. Om alles zuiniger te maken, om dubbele beglazing te nemen. En het enige belang wat hij heeft is zijn eigen zakken te vullen. En met mijn dubbeltjes. Dan had hij het over vloerisolatie. Nou, dat is natuurlijk vergeten, maar ik ga die vloer er niet uitgooien. Het heeft hij toch gehad om het dak. Wat moet ik met die vent? Ik heb gezegd, joh, ga alsjeblieft. Ik ben eigenlijk altijd een stront eigenwijze kerel geweest. En dat ben ik nog steeds. Maar ik heb ze nog wel op een rijtje, hoor. Ik weet het overigens wel dat die buurvrouw hiernaast... Die heeft dat wel gedaan, die is er gewoon ingetrapt met open ogen, die trapt overal in. Nou, ik heb gezien wat een troep dat daar geweest is. Het is me zo meegevallen. Het waren ook fijne mannen, ze werkten goed mee en het scheelt echt enorm in de energiekosten. Het voelt gewoon veel comfortabeler. Misschien is het ook wel iets voor mijn buurman.